Yo mensen, welkom in een video en deze video speel ik Counter-Strike Global Offensive. Het is niet een demolition potje en ik was mijn intro aan het doen. Godverdomme. Dan moet je mij nog niet afknallen, hè, dommerik. Maar nee, vandaag wil ik zo een beetje over mijn kanaal hebben. Over de groei van mijn kanaal, hoe brol dat mijn kanaal is en ja, al die dingen. Maar wat het belangrijkste is wat ik in deze video ga aankondigen, is toch wel, er komt een uploadschema. Ha! Gary! Ah, een uploadschema. Wat denk je zelf dat je ooit aan een uploadschema gaat beginnen? Ja, ik weet ook niet hoe lang ik daar ga volhouden, maar het is toch de bedoeling dat ik daar een tijdje volhou. Wat is uploadschema dan? Oftewel, upload ik hem op maandag een video, op woensdag of vrijdag. Soms komen er drie weken in de video. Ja, hoe bezig Wouter? Komen er 3 video's per week, soms 2. Deze video's kunnen jullie verwachten op maandag, woensdag en vrijdag. En deze zal altijd van 5 uur tot 9 uur komen. Ik zei tegen mijn vriend vandaag, mijn subs gaan niet zo hard omhoog. En hij zei van, weet je wat, komt ook soms dat je, je uploadt dan ineens 3 video's achter elkaar. En dan upload je ineens helemaal niks meer. En ja, daar gaf ik hem gewoon gelijk in. Ik heb gewoon geen vast uploadschema. En dat is gewoon, niet aangenaam om te zien. Ik gaf hem dus gelijk. Oké, dus mijn volgende wapen is een PP Bizen. En nu wil ik het hebben. Maar ik moet echt veel praten vandaag. Godverdomme, het is echt erg, mannen. Die voorschrijf. Maar eerst gaan we natuurlijk wel een paar mensen rekken. Of waarschijnlijk gaan wij gerekt worden, maar dat maakt niet uit. Maar nu wil ik het hebben over mijn subs die wat minder hard omhoog gaan. Het is, you know, iedereen is altijd van, ik doe het niet voor de subs en voor de likes, dit, dat. Maar het is natuurlijk toch altijd wel leuker als je subs omhoog ziet gaan. Al ja, dat vind ik toch. Oké, ik vind de likes en dislikes, wat zeg ik, de likes en de views zitten echt goed. Zelfs op mijn 3 weetjes heb ik al 100 views gehaald. En, niet slecht. Mijn abonnees zouden toch iets harder omhoog mogen gaan. Ik hoef geen shout-out of zo, het zal wel mogen. Al ja, dus maar iedereen zegt altijd van, ik doe het niet voor de likes of voor de subs, maar het is natuurlijk wel leuk als je subs omhoog ziet gaan. Waar of niet? Oh, nu heb ik een Nova. Nice. Dat wapen mag ik dus echt hebben. Niet dus. Weet je wat ik ook echt tof vind op mijn video's? Ik de laatste tijd altijd echt wel 10 likes haal. En deze zomer was toch van, oh, what the fuck? Ik heb 3 à 4 likes. En nu heb ik zo van, ja, 10 likes. En op de 3 weetjes heb ik al ondertussen al bijna 25 likes. Ah, kom op. Ja, ik heb zo'n domme Nova. Wat kan ik daarmee doen? Oké, volgend rondje. En nu ga ik niet meer praten over een dom onderwerp. Ik ga gewoon iets lekker als spelletje spelen hier. En ik ben werelddood. Met die Nova kan ik geen scheid doen. Deze map is gewoon niet handig voor een Nova. Echt niet. Oké, ik heb de bom geplant. Ja, joh. Godverdomme. Ja, kom aan. Ik moet die hebben. Oh, ik heb er een. Eindelijk zijn van die rotte Nova af. Ik dacht echt dat die gast niet ging killen. Maar ik snap niet dat die zijn P90 gewoon niet reloaden. Maar ja. Oh ja, en deze wapen is ook echt zoveel beter. Ja, eigenlijk wel. Want die Nova is echt gewoon troep. Als je mijn Nova speelt, sorry, maar. What the fuck? Oh, dat was dus gewoon een schotje hoor. Ja, ja. Oh man. Ik ben bang. Godverdomme, jongen. Wat heb die niet? Kom aan, man, ik wil echt een matchje winnen. Snap dat nu gewoon eens. Ja, ik ga ook gewoon in dit huisje. Want deze huisje heeft tenminste een autogast. Zullen mij kicken? Why, man? Why? Traitor, I saved you, my friend. Ja, jongen, en mij zit hem niet te saven, hè, die dikkop. Oh! Shit. Stonden er allebei. Oeps. Oké, dat was noob, ik weet het, maar. Dat kunt je zo doen met zo'n Riad. Riad bedoel ik. Alakbar. Ah. Oh shit, ik heb die allebei gepakt. Ik heb die allebei gepakt gewoon, damn. Ah, waar is de laatste? Ik heb bijna ace. Oh, allee man. Ik bedoel, ik heb er 4 gekillt, man. 4. En wil ze mij nog altijd kicken? Wil ze mij nog altijd kicken? Ik dacht het niet, hè? Ik dacht het niet, hè? En we zijn verloren, tuurlijk. Maar ja, vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Abonneer je de volgende keer en de volgende keer gewoon meer. Tot dan en misschien wat meer video's. Tot dan en nog een leuke dag of zo. Ik al gezegd, boeien.